Het bos en de hei spreken me totaal niet aan. Het is zo klein allemaal. Al die bomen om je heen, ik voel me gewoon beklemd. En hier heb je wind, ruimte, lucht, licht. Ja, dat is wat ik wil hebben. Beleef de haven. Dat is de titel van een fietsboekje van het havenbedrijf Rotterdam. Vier fietsroutes over de Maasvlakte moeten het industrieel toerisme in dit gebied stimuleren. Ik vind dit een prachtig stukje. Zo, ja, daar doe je het voor. Het is voor het havenbedrijf is het een stukje niemandsland. Maar voor mij is het een stukje waar je heerlijk kan gaan zitten en je boterham opeten. Onbekend maakt onbemind, hebben ze bij het havenbedrijf gedacht. De fietsroutes moeten daar verandering in brengen. De haven trekt steeds meer uit het zicht. Vroeger waren stad en haven heel erg met elkaar letterlijk fysiek vervlochten. En nu zie je dat de haven steeds meer de zee in trekt. Vooral de echte grootse meeslepende dingen die daar te zien zijn. En wij vinden het belangrijk dat mensen dat gevoel met die haven blijven houden. Omdat het ook voor ons belangrijk is dat ze achter de duurzame groei en verdere ontwikkeling van die haven staan. En dus hoopt het havenbedrijf op grote aantallen fietsers door de havens. Maar het vrachtverkeer, het lawaai en niet te vergeten de wind maken de Maasvlakte niet geschikt voor iedere fietser. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat de andere mensen zeggen van ik moet hier helemaal niets van hebben. Ik vind het prachtig al die activiteiten, dat overal is bedrijvigheid. Ik kom ogen tekort en dan de wijdheid en vooral het licht vind ik altijd zo heel mooi in de haven. Het licht is hier zoveel helderder. Dan op het oude land.